Bij Power Unlimited krijgen we dagelijks tientallen vragen binnen van mensen die problemen hebben met een PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch. En wij helpen je graag. En vandaag hebben wij een vraag van Sven en die heeft last van een driftende controller. Oftewel, mijn poppetje loopt automatisch in de game naar links en naar rechts. Wat moet ik doen? We krijgen veel vragen van mensen die ditzelfde probleem hebben. De driftende controller, oftewel het personage in je game, gaat automatisch naar links, naar rechts, naar boven, naar onder. Natuurlijk heel erg vervelend en dat wil je niet. Dus voordat je naar de winkel rent en een nieuwe controller gaat halen, kan je misschien deze tips proberen. Scheelt je misschien toch weer 60 euro en een ritje naar de winkel. Ik garandeer niet dat het werkt, maar je kan het allicht proberen. Het eerste wat je kan proberen is je PlayStation controller volledig resetten. Wat je gaat doen is je PlayStation helemaal uitzetten. Dus ook niet in rest mode, maar hij staat helemaal uit, zodat je controller ook uitstaat. En dan draai je hem om en dan zie je achterop zit een klein gaatje. Dan pak je een tandenstoker of ik heb hier een Star Wars ruimteschip met een klein puntje erop. Dan ga je met je tandenstoker of dus met je Star Wars vliegtuigje in een klein gaatje. En dan voel je een klein knopje en dan hou je dat knopje minimaal 5 seconden ingedrukt. En daarmee reset je je controller. Mocht dat nog niet hebben geholpen, dan kan je proberen je controller te recalibreren. Dit komt van de officiële SCUF website. En SCUF maakt ook controllers voor de PlayStation 4. En enkele onderdelen in de controller van SCUF zijn hetzelfde als die van de DualShock 4. Wat ze adviseren is dus je controller te recalibreren. En dat doe je door L3 en R3 in te drukken. Totdat je een klikje hoort en die hou je voor 30 seconden vast. Na die 30 seconden draai je de L3 en de R3 5 keer met de klok mee. Na die 5 keer draai je ze 5 keer tegen de klok in. En dan druk je ze weer tot je de klik hoort voor 30 seconden in. En na die 30 seconden laat je los en is je PlayStation DualShock 4 controller gerecalibreerd. Mocht dat allemaal nog niet hebben geholpen, dan is dit het laatste wat je kan proberen zonder dat je controller open hoeft te maken. We gaan gewoon even goed je PlayStation controller schoonmaken. Pak een wattenstaafje, een beetje cleaning alcohol, L3 of R3 aan de kant en gewoon even goed eromheen schoonmaken. Dat laat je even goed drogen. Dan pak je een busje perslucht of hier een antidustspray, L3 of R3 aan de kant. Het laatste wat je kan proberen, mocht je geen antidustspray of perslucht bij de hand hebben. Het klinkt misschien heel erg stom, maar gewoon even keihard blazen onder je L3 of je R3. Misschien blaas je net stof wat in de weg zit aan de kant en kan je daarna weer gewoon spelen zonder driftende controller. Nou Sven, hopelijk hebben we je kunnen helpen met je driftende controller en kan je weer lekker spelen op je PlayStation 4 zonder dat je personage alle kanten op kijkt. Heb je nou ook een vraag voor me, drop die hier gewoon onder in de reacties. En nu je toch lekker bezig bent, ram meteen even op die subscribe knop en laat even een duimpje omhoog achter.